Inzet PSV moet beter. Opnieuw ongeluk in de Berenkuil. En Folkwoods 2011. Niet PSV, maar FC Eindhoven is momenteel de trots van de lichtstad. De competitie is nog maar net begonnen, maar de FC staat wel mooi bovenaan in de Jupiler League. En daar zijn ze trots op. Ja, maar van genieten denk ik. Eén zware mag geen zomer, maar uiteindelijk moet je wel genieten van het mooie weer. En dan doen wij. Dat is gewoon fantastisch, toch? Met minimale middelen staan we gewoon bovenaan. We hebben nou van Cambuur gewonnen van de week. We hebben dan dadelijk nog tegen Telstar, Helmsport. Dus ik zie de eerste periode wel met vertrouwen tegemoet. Wij zijn trots op Eindhoven. En als ze dit vast kunnen houden, dan vind ik het knap met de kleinste begroting van de eerste divisie om op die plaats te staan. Het succes komt niet vanzelf en moet hard gewerkt worden om het niveau vast te houden. Ja, hard werken. Nee, wij trainen gewoon elke dag behalve zondag. En daarin hebben we vaste oefenvormen, vaste patronen, vaste manier van werken. En daar komt nog de videoanalyse bij. En zo proberen wij iedereen beter te maken en ons spel te verbeteren. Zodat we vrijdag weer 3 punten kunnen halen. FC Eindhoven werkte vandaag geen gewone training af. Er werd dit keer een conditietest gedaan door de inspanningsfysioloog. Als er geen vooruitgang is, moet Ernst Faber zijn trainingsvorm aanpassen. Wat we eigenlijk doen is, we hebben aan het begin van het seizoen de hartslagen gemeten tijdens de shot-run test. Dus we kijken gewoon hoe ver ze lopen en daar kunnen we dan de conditie mee meten en we kunnen de hartslagen registreren. En wat we nu hebben gedaan is de test opnieuw uitgevoerd om te kijken hoe ver ze daarmee vooruit zijn gegaan. En dat doen we dan aan de winterstop of tegen de winterstop aan doen we dat nog een keer. En dan kunnen we zo mooi over de hele periode kijken van hoe is het met de conditie van de jongens gesteld en hoe gaan ze vooruit. Grote broer PSV doet het een stuk minder. De club wint dan wel, maar er is kritiek over de manier waarop. Ik denk dat PSV kan leren. De ontspannen manier die hier heerst. Dus er wordt leuk getraind, wordt hard getraind. Alle trainingen die volg ik, die zie ik ook. En daarbij, de groep is een goede mix. Ze verstaan elkaar. Kijk, bij PSV, de bek verstaat de stopper niet. Dus de stopper verstaat de keeper niet. Dus daar werkt fout in de hand. Dus als Manuel even geen Nederlands kan en Marcelus kan geen Nederlands en de keeper kan geen Nederlands, dan krijg je problemen. Ik denk de inzet. Want als ik heb van de week toevallig ook de PSV op televisie te kijken tegen RKC en ik vond het echt gewoon waardeloze inzet van die andere club uit Eindhoven. En ik vind gewoon dat onze FC het gewoon echt fantastisch heeft gedaan. Blijven gaan, vechten voor elkaar en dat heb ik toch bij PSV wel gemist. Misschien tijd voor een lesje van FC Eindhoven. Dat weet ik niet. Ik denk dat wij, als ik naar mezelf kijk en naar ons als geheel met team erbij, ik denk dat wij heel veel bezieling hebben. We vinden het allemaal leuk wat we aan het doen zijn. We hebben heel veel passie, gooien we erin. Soms heel erg goed, soms minder goed. Maar uiteindelijk denkt nu iedereen een oplossing hier. Iedereen wil een winnaar zijn. En daarin doen wij het heel erg goed. Woensdag speelt FC Eindhoven een vriendschappelijk potje tegen het Belgische Overpelt. Vrijdag moeten er in de Jupiler League weer punten worden gepakt. Dit keer tegen Telstar. Ik denk dat je elke wedstrijd voor 3 punten moet gaan. Ja. Die intentie moet je wel hebben en moet je vooral uitstralen. En daarin maken wij ook bepaalde plannen om dat te realiseren. En hebben vrijdag weer een mooi toetsmoment.